Welkom bij een nieuwe aflevering van Green Life with a Smile met Caroline Smeets. Hallo allemaal, vandaag wil ik het hebben over het compenseren van je CO2-uitstoot. Sinds een aantal jaren compenseer ik onze uitstoot door bomen te planten via Trees for All. Aan het einde van het jaar bekijk ik wat we aan impact hebben gemaakt en dat compenseer ik dan. In die zin zou je kunnen zeggen dat we een CO2-neutraal huishouden hebben en dat het daarmee klaar is. Maar dat is niet zo. Het allerbelangrijkste is namelijk om eerst je impact, je CO2-uitstoot, zoveel mogelijk te verkleinen. En dat wat je niet kunt verkleinen of nog niet lukt, te compenseren met bijvoorbeeld bomen. Ik merk ook, doordat ik dit elk jaar bereken en stilsta bij onze impact, ik een soort van competitie met mezelf aanga. Want ik wil elk jaar minder CO2-uitstoot en daarmee ook minder te hoeven te compenseren. Ik denk wel dat wanneer het mij lukt om binnen de draagkracht van de aarde te blijven, ik wel de uitstoot wil blijven compenseren en dat ik daarmee mijn leefstijl op een bepaalde manier kan opheffen. Hoe compenseer ik nu? Ik compenseer via de site treesforall.nl en kies voor de totale CO2-uitstoot van ons huishouden. Je kunt ook kiezen voor alleen bijvoorbeeld je aankopen te compenseren of de uitstoot van je autoritten. Wanneer je kiest voor de totale CO2-uitstoot, dan is het handig om het volgende alvast uitgezocht te hebben. En dat zijn het aantal gereden kilometers van dat jaar, het gemiddeld aantal reizen met de trein per week van je hele huishouden, ook het gemiddeld aantal ritjes met de bus, metro en tram per week van iedereen, het gemiddeld aantal vluchten van dat jaar van je hele huishouden, je elektriciteitsverbruik en eventuele teruglevering en als laatste je gas- en warmteverbruik. Deze vragen en nog een aantal andere vragen vul je daarin en daarmee wordt je CO2-uitstoot berekend en kun je het voorgestelde bedrag betalen zodat je je impact compenseert. In die zin is het heel makkelijk. Je uitstoot zoveel mogelijk verkleinen, dat is even wat anders. Maar Trees for All geeft aan het einde ook daar nog tips voor. Veel compenseerplezier!